was omdat je het dacht, toen ging je het uitzoeken en toen kwam je erachter dat het niet zo was. Toen zei je, oh, sorry, ja. Ik dacht dat ik het had gezien. Dat is wat anders dan echt glashard liegen. Dat is wel waar, ja. Voor glashard liegen zeg je van dat je ergens mee stopt en dan het toch niet doet. Inderdaad, en dan was het niet mijn bedoeling. Bedoeling is wel zo'n Engels leenwoord. Dat is zeker een Engels leenwoord. Sander zal trots op je zijn. Ben je trots op me, Sander? Moet ik zeggen, Sandry, ben je trots op mij? Hey, Rick heeft zijn profielfoto veranderd. Een serpent spelspeel. Serpent spelspeel. Ah, Sandry is trots op mij. Ah, dat doet me weer goed. Gelukkig maar. Thanks. Kijken. Als dit nou een Corviknight zou zijn, dan zou dat heel erg goed uitkomen. Anders vang ik wel een. No way, het is een Corviknight. Wojo? Oh, fucking ziek. Alsof ben ik het jij wist. Toevallig een Paddy? Want ik hoor je cheating. Nee. Je moet zeggen Helderzini. Oh, wil je een Helderzini? Ja. Even kijken. Die heeft niet zoveel zin, denk ik. Waarom zijn al die Psyducks hier? Ik ben hier toch voor Mystery Quest, jongens. Ik denk met IJzerhand kan ik het wel fixen. Mistrievous wil ook gewoon gemistrieved worden. Gevangen. Nee, dan moet hij groen zijn, dan waag ik hem. Oh, die opmerking van die trein, dat klinkt ook echt iets wat Jordi zou zeggen. Ja. Eens. Stiekem is het gewoon Jordi. Nee, dat is echt totaal niet. Door. We hebben hem door. Kijk, het bellydrum. Rick kijkt alleen nog maar get the fuck out of my house. Ja, maar als ik zo'n streamer als hem zou zijn, dan zou ik ook alleen maar reageren op tv-series. Want ja, niemand gaat me... Ja, gratis content. En niemand gaat me aanklagen. In before. De naam Jordi niet, maar wel bijna. Ja. Jord. Het is Jort. Jort Kelder. De enige Jort? Echte. Zolder. Maar echt. Hij had dikke fiti, omdat iemand anders het ook keek. Ja, nou ja, als je het aan mij vraagt. Het liefst zou ik hebben dat streamers dat gewoon helemaal niet doen. Het slaat nergens op dat je dan gaat kijken naar iemand die een tv-programma aan het kijken is. En dan de hele tijd zelf op pauze zet. Ja, lijkt me ook eens laag. Ik zou me daar echt heel erg aan storen. Ja, tenzij het een direct of zoiets is. Maar ja, in een direct dan kijk je hem gewoon helemaal van begin tot eind. En kan je, zet je hem niet op pauze of zo. Dus jij hem gaat analyseren. Maar ja, dat doen ook niet zo heel veel mensen. Oh, ik kan nog niet eens huppelepuppen. Niet huppelepuppen? Ik wil huppelepuppen. Oh, dat deed echt moker veel damage. Ik vind het echt jammer dat hij geen gaming meer doet. Ja, ik denk dat hij het ook niet meer doet, omdat niet zoveel mensen meer naar gameshizzle kijken. Dat zijn voornamelijk mainstream en TikTok dingetjes. Hij moet reageren op TikToks. Hij deed al reageren op internet, kijk eens. Oh, dat deed hij al. Ah, nou. Daar zag ik de video van. Ah. Hij deed gisteren 3 Mario Kart rondes en toen ging hij weer kijken. Ja, maar dat slaat nergens op. Dat slaat wel nergens op.
Toen ben ik naar bed gegaan, want fuck dat kutprogramma. Ik ken het niet eens. Even dubbel checken of ik get the fuck out of my house. Ja, nee, ken ik niet eens. Ik weet niet eens waar gaat het over? Dat je dat mensen dan een huis uit worden gezet of zo? Oh, dit gaat fout. Het wordt zo'n Armel is Right video. Dit gaat fout. Oh nee. Niet een Armel is Right video. Ja, je bent wel in Almere dus. Kut. Nou, maar volgens mij is hij nog steeds in Amerika. Mag kopen. Ligt hij op straat. Oké, ik moet een andere Pokémon gebruiken voor deze raid. Change. Het is super close met Yord, oké. Okay. 100 mensen in een huis beginnen met 100.000 euro's en degene die overblijft krijgt geld. Maar ze krijgen amper eten, dus drama, ruzie, simulator. Ah, ja. Drama, ruzie, simulator. Nu je het zegt, er staan me wel iets van bij. Drama, ruzie, simulator is altijd nog beter dan Truck Simulator. Maar echt. Ik zat dat maar tegen Simon. Dat streamt hij voornamelijk? Ja. Oh. Is hij niet meer van de Minecraft servers? Ah, jawel. En... Elke seconde een nieuwe. Elke seconde een nieuwe video voor in de Minecraft server. Nee, elke seconde een nieuwe Minecraft server. Oh. Dus, ja, dat is wel wat erger. Hè. Het zijn ook allemaal tochies op twee personen na, echt kut. Ja, maar je snapt wel waarom ze die tochies gebruiken, toch? Daardoor gaan mensen kijken. Ja, het is net zoals in, hoe heet het andere kutprogramma, Utopia of zo. Ja. Daar deden ze dat toch ook. Er was ook wat tochies in het huis. Wat voor drama zorgde. Ik erger me aan iedereen na 10 minuten, het is gewoon niet interessant. Ja, ik erger me aan iedereen, dus dat tell something new, right? Nou, het lijkt me ook niet iets leuks. Ja, als programmamaker zou ik ook alleen die tokjes toelaten. Exact, Sandrine. Exacto mundo. Raimundo? Inderdaad, Raimundo. Oh, ik snap nu waarom die Corviknight me killde. Omdat hij een sterke boy is. Hij heeft de ability mirror armor of zoiets. Dus als ik mijn attack boost, dan wordt zijn attack ook geboost. Yo, Will Soon Gaming. Lekker Will Soon Gaming. Dus gaming soon? Soon. Maar als je in real life doet, ja, vind ik ook. Maar ik vond de laatste keer van, dat hij met Bardo en nog een andere guy was, vond ik wel wat minder. Yo, Tolsmania, welkom in mijn chat. Wow, is het overstepping? Ja, maar Tolsmania komt alleen maar om eventjes... 200 keer kaboom te doen. Yo, thanks for the follow, Will Soon Gaming. Oh, je kan niet eens bij mij kijken of ik... Thanks for the follow, Tolsmania. En nu krijg ik 500 keer kaboom te horen. Kaboom, 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 kaboom. Ik sta in twijfel welke Pokémon game ik wil kopen. Wat zijn je keuzes? Dan ga ik zeggen welke ik moet kopen. Welke je vooral niet moet kopen. Niet moet kopen. Ik koop vooral geen Legend Arceus. Nee, dat is niet waar. De eerste keer is superleuk. Klinkt bijna als Verlissify. Als je zegt koop geen Legends Arceus. Nah,
Legend Arceus is erg leuk als je voor de eerste keer speelt. Dat is waar. Vond ik Scarlet and Violet wel leuker. De eerste keer. Ja, ik moet wel echt die audio lager zetten, anders ben ik niet verstaanbaar. Tosmania kan nog 294 keer iets doen, oké. F. F in de chat. Maar echt. Kan toch maar enkel op de Switch? Als je alleen een Switch hebt, dan wel. Ja. Als je nog een andere console hebt, dan... Maar ja, dan moet je diep in je portemonnee gaan grijpen. Voor sommige games. Ja. Inderdaad, Tosmania. Dit is niet normaal meer. Kijk, als je een 3DS hebt, zou ik zeker voor Omega Ruby en Alpha Sapphire gaan. Ja. Al vond ik X en Y ook erg leuk. Maar ik vond Omega Ruby en Alpha Sapphire wel leuker. Nou, ik vond die leuker. Kijk, kill dit. Juist. Gaan we nee. Leuk. Nee. Nou. Breedy. Wat gebeurt er? Nou, de ding is gone. En ik had geen Shiny Mistrevers. Potverdorie. Ja, 3 en dubbeltjes. Bob for green double jelly. Jigglypuff heb ik al. Ik zit me nu te bedenken, heb ik niet al een Corviknight gevangen? Kut. Maar Munty, ik denk dat als je naar een Game Mania gaat, als er nog ergens wel eentje zit, dan hebben ze heel veel van die used games en dan zijn ze best betaalbaar volgens mij. Van de Switch games? Nee, van de 3DS games. Ah, ja, of je kan naar Mario 3DS gaan. Heel de site. Hè? Huh? Is een hele betrouwbare site, want daar koop ik al mijn tweedehands games. Oh. Dus al die Pokémon Game Boy Advance games, die haal ik daar. Ja, je moet niet €120 uitgeven. Wacht, ik ga nu voor je kijken. Mario 3DS. Maar wel soon, je kan gewoon op de 3DS of op de DS of op de Game Boy Advance of op de Game Boy kan je allemaal Pokémon spelen. Het ligt eraan welke console je hebt. Kijken, ja, Omega Ruby kan je bij Mario 3DS voor €59 halen, maar je hebt meerdere keuzes. Kijken, want wat voor versies hebben ze allemaal? Ja, ik zou niet de limited edition in doos halen, want dan ben je €150 kwijt. De losse kaart, gamecard zou ik ook niet halen, want dat is €46. Ik zou die van €59 dan halen, als je Omega Ruby gaat doen. Kijken, Alpha Sapphire zal ook wel rond die prijs zijn. Ik kan ook de hi-hi-ha-ha van Clash Royale doen, als sound. Ik zal erover nadenken. Insert de fucking Berserk Guts team. Ja, Alpha Sapphire is €50 bij Mario 3DS. Ik vind de eend is tot nu toe mijn favoriete Tosmania. Ik ben heel blij dat ik die erin heb gezet. En nu gaat hij hem 50 keer doen, zodat ik er klaar mee ben. Lekker. Oh, blijkbaar had ik nog geen Corviknight. Oké. Plus attack, min special defense. Special defense. Volgens Mania is net zoals Jordi. En dan zeg je iets en dan hoop je dat hij het niet doet en dan doet hij het alsnog. Ja. Dat is wel de Jordi strat. Ja. Daarom kan je het beter gewoon niet zeggen. Ja, inderdaad. Ik heb het vroeger gespeeld, Sander. Maar dat was toen Clash of Clans, volgens mij.
Crash of Clans heb ik ook gespeeld. Dat was wel echt heel eventjes en toen was ik er ook wel klaar mee. Want toen ging ik 14, toen ik stage was, speelde ik dat ook. Ik speelde het met een vriend van me en dan zijn vader. Nice. En die hadden dan een clan of zoiets. Tja, tja, tja. Nou, ik denk dat ik gewoon ga breeden. Oh, ik maak sushi van jou. Ga je sushi van een Pokémon maken? Ja, van een klantje. Lekker. Die kan ik vanavond dan oppuzzelen. Doodle Jump heb ik ook wel gespeeld. Ja, tuurlijk. Dat is pas iconic. Fruit Ninja. Ik heb Flappy Bird heb ik niet gespeeld. Heb je Flappy Bird niet gespeeld? Nee. Maar het was toch ook op een gegeven moment verwijderd? Vast wel. Maar er zijn nu honderden versies van Flappy Bird. Ja, heel veel clone-versies. Het is ook niet zeg maar de moeilijkste game om te maken, denk ik. Nee, lijkt me ook niet. Even kijken voor... min special attack. Plus defense moet ik hebben. Jetpack armor. Joyride, inderdaad, Sandring. Joyride. Die ken ik ook niet. Hier komt de saaiste stream ooit aan. We gaan breeden. Wow, niks zeg mijn oude streams. Nee, ik heb het over mezelf, hè. Dat weet ik, maar mijn oude streams, dat waren breeding streams. Ja, maar Scarlet Violet breeding, of? Nee, Sword and Shield breeding. Ja, maar dat is interessanter dan deze breeding. Vind ik niet, want met Scarlet Violet kan je nog shiny Pokémon onderweg tegenkomen. Dat... maar dat kan toch ook in Sword and Shield? Nee, want dan heb je geen overworld. En dan, je gaat geen encounters doen, zeg maar. Oké. Ik begrijp het niet helemaal, maar het zal wel aan mij liggen, denk ik dan. In Scarlet and Violet heb je toch overworld shinies, dus dan zie je of je een shiny tegenkomt. Ja. En in Sword and Shield heb je geen overworld shinies. Dat is waar. Ja. Nee, daar heb je gelijk in. You are completely right. Er zit een Spanjaard in mijn chat, wat moet ik nu? Dat ga ik zeggen. Een Spanjaard? Bocaillo. Hola, el gringo. Muchas gracias. Hola, señor. Zal ik het even voor je vertalen? Een vertaling. Dat ga ik zeker doen, Tolsmania. Ja, dat is Frans. Is dat Frans? Wat Sandring doet. Oh. Van dat liedje. Het is Portugees wat die guy zegt. Queso. Hey, maar ik weet niet wat de gringo is. Como estas. Don't be racist. Volgens mij weet je niet wat racist betekent. Wist je dat het zijn van een Portugees of het zijn van een Spanjaard dus geen ras is? Nee. It's a language, not a... Not a race. Not a race. En nu gaat hij weg, denk ik. You. Op zijn harms. You. You. Latering. Ik ga even bij hem kijken. Hij is geen streamer, zo te zien. Maar wel 63 volgers. Bijzondering. Lekker, Munty. Ik ben zo trotsing op jou. Hoppakee. Weg met die kerel. Zekering. Check the basket. Ja, sorry. Ik let er half niet op. Fuck. Ik moet trouwens iets corrigeren, want ik zit in de verkeerde box volgens mij. Dat is altijd kut, hè? Ik vind het ook altijd kut. Ja, met eitjes vond ik dat altijd kut. En dan kwamen ze allemaal tussen al je dingen te zitten. Ja, exact. Oh, wacht. Jij bent ook eitjes aan het doen nu.
Ja. Dat vond ik altijd zwaar vervelend. Ik wil min box 2 hebben, please. Comprende. Kijk uit hoor, anders dan deze straks racist, als je dat zegt. Ja. Ja, pas op, niet racistisch zijn tegen Portugezen. Het lijkt toch op elkaar. Het is net zoals dat onze taal Duits lijkt. Ja. Maar wij gaan ook niet gelijk zeggen, oh, dat is racistisch. Hij deed toch niks fout? Nee. Ja, ik zit ook na te denken, waar staat dat voor, Sander? Dat is van de oorlog van vroeger. Van de Tweede Wereldoorlog? Ja. Oh. Ja, maar dat soort piepo's, die moet je er gewoon uit dieven, weg ermee. Goed zo. Sander is goed onderlegd. Ik ben trots op je, Sander. Lekker, Sandering. Er zit een onderbouwing in. En dat is een Engels leenwoord. En dan is het cirkeltje weer rond. Kabooming. Inderdaad. Op naar de orde van de dag. Oh, ik dacht de orde van de Phoenix. Waar gaan we ook naartoe? Terwijl Tosmania lekker kaboom zegt. Ja, daar hoorde je kaboom. Dus nu moet je hem nog een keer... En ik denk dat ik weer met Basket kan interacten. Alleen maar blauwe clansjes hier, maar ik wil geen blauwe clansje. Je wil zo'n is hij geel? Nee, hij is oranje, toch? Oranje. Ja. Orange. Wie niet zo'n orange? Klopt, Sandring. Engels was ook wel een bijzondere taal. Waar het snikkerreep in die. Als Milan kaboom zegt, dan kaboom ik. Ook als Nando dat zegt, dan wordt het kaboom. Ja, en omdat ik het voorlas, dan moet het 2 keer worden gebruikt, toch? Nee, 3 keer. Je bent nog eentje vergeten, Tosmania. Kijk, hoppa. Dat zijn er 3. Wat een dag, zeg. Dat is echt zo'n lazy day. Laggering. Oh ja, goed gewerkt heb vandaag. Ja, klopt. Maar goed, ik had ook eigenlijk alleen maar makkelijke mensen aan de lijn vandaag. Dus dat helpt. Dat is wel eens lekker. Voor de mensen die het niet weten, ik... kan ik het wel zeggen. Ik werk bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Dus ik moet mensen bellen die een beetje in de shit zitten. Die monies moeten betalen. Die moeten monies inderdaad betalen, want ze hebben het niet betaald. En anders zijn ze fokt. Want anders komen er andere instanties te pas, zoals de popo. En dat willen we natuurlijk voorkomen. En Tosmania heeft een lekker vakantie. Zeker schoolvakantie. Lekkering. Als het schoolvakantie is, heel erg lekkering, want dan ben je 6 weken vrij. Dat is wel waar, Munt. En daar wordt Portugal en Spanje ook gewoon samen meegenomen. Ja, voel je dat? Voel je dat aan je water? Ik heb dat ook nog nooit gehoord. En ik ken hem niet heel goed. Maar ik ken een streamster die komt uit Portugal. Maar dat was mijn eerste gedachte ook van, oh, kom je uit Spanje? En toen zei ze, nee, ik kom uit Portugal. En zei ze ook niet gelijk van, oh, dat is racistisch. Nee, zeker niet. Als jij denkt dat het Spanje is. Waarschijnlijk kan zij een normaal nadenken. Ja, zei ze wel. Nou, oké.
Ze hebben wel echt die competitieve instelling van, oh, ik moet eerste zijn bij speedrunnen. Dus, nou, ze speedrunt van een Final Fantasy game. Ja, dan gaat het wel fout. Dan ga je wel heel ver, holy crap. Ik vind dan wel dat je heel goed bezig bent, maar ik zou het echt nooit doen. Final Fantasy speedrunnen, dat duurt veel te lang. Zelfs 1% duurt lang. Ik ga het niet voorzeggen. Of voorzeggen, ik ga het niet zeggen, maar nee, dat heb ik niet gezegd, Tosmania. Wanneer speedrun later? Never! Als er genoeg mensen in de comments zeggen bij deze video van, oh, je moet Leighton speedrunnen, misschien dat Milan het dan gaat doen. Ik ga het. Het was zeker te proberen waard, Tosmania. Voor jou en voor mij. Voordat Sander gaat stijgeren. Dit is meteen... ja, zie je? Ik dacht al dat Sander erop zou reageren. Ja. Dit is een... dit is een post-commentary van de Colosseum-serie die Nel de week doen. Omdat we 9 afleveringen hebben zonder geluid. Dus we moeten iets in ons leven. Inderdaad. Ik vind het nog grappig, want in die video leg ik dan de hele plot uit van waar we zijn. Maar nu weet ik totaal niet waar we zijn. Ja, dat is wel kut, Maar ja, dan heb je in ieder geval de plot aan mij uitgelegd. Ja, klopt. Nou, ik zal wel, als we weer verder gaan met Colosseum, dan waar we zitten, dan zal ik wel alles uitleggen van wat er vooraf heeft afgespeeld. Wat er vooraf ging in? In Avatar. Colosseum. Oh nee, Pokémon Colosseum. En dan leg ik alles wel uit. Ja, inderdaad, dat is wel veel 9 afleveringen. Nou, vooruit dan maar Tosmania, ik zal het wel voor je zeggen. Kaboom. Kaboom. Tosmania wil heel graag dat hij dat geluidje kan gebruiken. Kiboom, 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 kiboom. Ja, maar je doet het ook als jij... Ja, dat weet hij ik. Of zij doet het ook als hij het zegt. Oh, ja, dat doe je gewoon expres. Ja. Oké, ja. Ik kan het trouwens ook gewoon doen. Kijken.